Welkom allemaal, we zijn hier bij Pieper of the Year. We gaan hier binnen dadelijk een quiz houden om te kijken wie de beste brugklasser is van de regio Arnhem en Nijmegen. Vandaag gaan we een kennisquiz georganiseerd. Er zijn 10 finalisten waar je achter de tafeltjes al van klaar staan. Die zullen van verschillende scholen uit de regio Arnhem en Nijmegen zullen ze hier naartoe komen. En aan het eind van de dag mag een van de leerlingen zich kronen tot beste brugklasser van het jaar 2013-2014. En daarvoor zijn we vandaag hier. Hoe gaat het? Naar mijn weten doen wel goed. Het Stedelijk Gymnasium Arnhem. Voor Olympisch College. Wie blijft dan beter drijven? Zijn dat mannen of zijn dat vrouwen? Ik heb goed nieuws voor Max. Max heeft namelijk gewonnen. De bal! Ja, klasse! Ik regel de stemkastjes. Waar de leerlingen dus mee stemmen voor de quiz. Ik ben er eigenlijk heel tevreden over. Ja, veel publiek is er geweest, wel zo'n 300 man. En we hoorden al wat positieve reacties van de leraren die mee waren van de scholen. Dus ja, ik zie het zeker als een geslaagd evenement. En degene die derde is geworden is Huard van Workum. Maar met 51 punten is de tweede geworden. En heeft tevens de goede band van Snelweg gewonnen. Max Alman. De beste brugklasser van regio Arnhem en Nijmegen op het jaar 2013-2014. Jon de Blauwe. We staan hier bij de winnaar, Job de Brouwer. Van harte gefeliciteerd, jongen. Ja, bedankt. Nou, ik vond het wel goed gaan, maar later dacht ik, oké, ik ga niet meer, denk ik, gegrondeerd winnen. Maar bleek dus niet zo te zijn dat ik toch wel won. Ben je blij met de prijzen? Ja, zeker. Want ik was toen ook eigenlijk aan een nieuw tablet. Kijk, dat komt goed uit dus.